Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de serie Ik Bouw Jouw Team. In deze serie maak ik teams in Ultimate Team van FIFA voor kijkers die het zelf lastig vinden om een team samen te stellen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je bepaalde spelers niet goed weet te linken, doordat je een heel ongebalanceerd elftal hebt, etcetera, etcetera. Het speelt gewoon niet lekker. Laat mij weten in de comments als jij daar last van hebt. Laat me weten welke spelers je graag wel in een team zou willen hebben. Het liefst 2 of 3 spelers. Laat me even weten wat je favoriete opstelling is. En hoeveel budget je hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden. Like de video even als jullie er dan toch zijn. En abonneer als je nieuw bent. Dan weet je zeker dat je niks mist. In deze aflevering ga ik een team maken voor Gijs. We hebben een tweede Gijs. Gijs Edelijn. Welkom jongen. En hij vroeg aan mij of ik een team wilde maken. Een 4-3-3. Vierde variant opstelling met Player of the Year Sessegnon. Team of the Season Jong en Team of the Season Busquets. En hij heeft naast die spelers nog ongeveer 200.000 munten om uit te geven. Het was een lastig karwei. Maar ik ben er wel uitgekomen. En dat gaan we vertellen. We beginnen met de keeper natuurlijk. Loris, 88 rated versie. Prima keeper. Het is niet de beste in het spel. Maar hij is gewoon degelijk. Redt veel goede ballen. Reflex 90, 88 duiken. Dus dat is gewoon echt prima. Redelijk lang ook met zijn 6.2. Dus ja, is gewoon een hele goede keeper. Ik heb hem zelf wel gebruikt. En ik was eigenlijk wel tevreden over hem. Dus waarom niet? Dan rechtsachter de in-form versie van Sergi Roberto van Barcelona. In principe gewoon een degelijke back. 80 pace is niet heel veel. Maar die kan je omhoog brengen. Met een ankerkaart bijvoorbeeld. Of met een shadowkaart. 85 defending en 78 physics. Is op zich gewoon prima. Ook aanvallend draagt hij wel zijn steentje bij met zijn 85 passing. Dus dat is gewoon lekker. Dan gaan we naar de centrale verdediger. Dat is Azpilicueta. Nou ja, die heb ik al zo vaak aangeraden. Ik ga er niet heel veel meer over zeggen. Prima verdediger. Beetje klein, maar dat kan je allemaal bijwerken met een goede kaart, zodat hij hoger springt. Dan andere verdediger, Bailey. Ook hij komt natuurlijk gewoon heel vaak terug. Gewoon omdat ze echt heel goedkoop zijn, deze kaarten geworden. Het is gewoon een prima verdediger. Helemaal niks mis mee. Dus gewoon lekker gebruiken. Hij linkt goed natuurlijk met de speler die je al hebt. Team of the Season Jong. Sander weet er alles van. Die heeft hem gepakt bijvoorbeeld. Deze man kan eigenlijk in principe gewoon alles. 90 pace, 85 shooting, 91 passing, 92 dribbling, 88 defending en 83 physical. Wat zou ik voor deze kaart aanraden? Een ankerkaart, omdat het een verdediger is natuurlijk. Dan gaat zijn fysiek omhoog, dat is zijn zwakste punt. En zijn defending gaat omhoog, wat natuurlijk handig is. En zijn snelheid gaat ook nog eens omhoog, zodat hij gewoon echt rete snel is. Dan gaan we naar het middenveld. Daar komt Lallana. Lallana heb ik ook vaker aangeraden. Waarom? 5 sterren weak foot, wat gewoon echt heerlijk is. 4 sterren skill moves. High work rates, dus zowel aanvallend als verdedigend. En zijn stats zijn ook gewoon redelijk allround. Mocht je hem wat aanvallender willen gebruiken, zou ik een hunterkaart denk ik aanraden. Zodat en zijn snelheid en zijn shooting omhoog gaat. Passing is in principe prima. 86 short pass. Veel meer heb je niet echt nodig. Vision is handig. Die heeft ook 83. Dus dribbling is gewoon in orde. Stamina 90. Dus hij wordt niet zo snel moe. Mocht je hem wat verdedigender willen gebruiken, dan hebben we hem weer. De ankerkaart natuurlijk. Dan aan de rechterkant hebben we de opgegeven Team of the Season Sergio Busquets. Vooral verdedigend en met zijn passing natuurlijk gewoon een hele goede speler. Is wat traag. Laat het wat eigenlijk maar weg. Is gewoon echt heel erg traag. En zijn schot is ook niet heel best. Maar zijn attacking position is dan wel weer heel goed. Beter kan niet. 99. Ik zou hem ook gewoon een hunterkaart geven. Zodat en zijn pace maximaal wat kan omhoog gaat. Het zal niet heel veel zijn. Maar goed, alle beetjes helpen. En zijn shooting omhoog gaat. Want de rest kan hij gewoon goed. Dus ja, daar hoef je eigenlijk niet zo naar te kijken. Dan hier ook de informkaart, de eerste informkaart van Silva. Hij heeft meerdere informs, maar die zijn helaas te duur. Dus de eerste informe van Silva. Enige nadeel van deze kaart vind ik wel echt 2 sterren weak foot. Maar goed, het moet een speler zijn die sowieso linkt. Dus dan kom je aan een Spaanse middenvelder.
In de Premier League, dat zou Fabregas kunnen zijn, bijvoorbeeld zou Mata kunnen zijn. Nou, die zijn bij far niet zo goed als Silva. Dus gewoon lekker deze kaart gebruiken. Heeft een goede pass, heeft een goede dribbel. En kan ook nog wel een goaltje maken, zeker als je zijn shooting stats nog een beetje omhoog gooit. Dan gaan we naar rechts. Ja, daar twijfelde ik heel lang over wie ik daar neer moest zetten. Maar toen zag ik Pedro. Weak foot, 5 sterren. Skill moves, 4 sterren. En dat is gewoon echt heel goed. Ik heb deze kaart zelf nog niet gebruikt. Maar aan zijn stats zou het zeker niet liggen. Zeker als je deze man een hunterkaart geeft. Waardoor zijn pace omhoog gaat en zijn shooting omhoog gaat. Als je die kaart geeft, ik heb even op FUTBIN zitten kijken. Krijgt hij acceleration 99. Dus snelle cardiet. En sprint speed komt ook gewoon op 93 uit. Dus dan is hij ook gewoon nog eens hartstikke snel. En zijn schot gaat dan ook nog eens omhoog. Nou, 5 sterren weak foot. Dan heb je gewoon echt volgens mij gewoon een prima aanvaller. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. En hij linkt natuurlijk met deze Spanjaarden hier. En met de spits. Want daar heb ik ook nog een poosje over na zitten denken. Maar daar heb ik uiteindelijk de second in form versie van Wilson genomen. Deze heb ik zelf wel gebruikt. Tot mijn grote genoegen, want het is gewoon echt een hele goede spits. Ondanks dat hij maar 3 sterren weak foot heeft, scoorde die bij mij zowel met links als met rechts. Nou ja, zijn pace is natuurlijk fantastisch. 95, 91 is gewoon hartstikke goed. Attacking position is natuurlijk belangrijk. 89 is goed. Shot power is 80, is wat minder, maar zijn finishing is 91. Dus ja, al met al is dit gewoon wel echt een hele goede kaart. Ook hier zou ik dan gewoon weer lekker Hunter op gooien. Dan wordt acceleration en sprint speed allebei bij 99. En zijn shooting gaat dan ook nog eens bijna alles gewoon boven de 90. Dus dan heb je gewoon een hele goede spits. Hij is ook nog eens vrij sterk. Zijn strength is 85. Niet heel veel spitsen hebben dat. Dus dat zou nog eens handig kunnen zijn. En ja, het moest natuurlijk een Engelse spits zijn. Want championship spits, die zijn ten eerste de meeste niet zo goed. Degene die goed zijn, zijn redelijk duur. En niet te linken met de rest van het team. Dus vandaar dat ik ook Wilson genomen heb. Het moest een Engelsman zijn. Harry Kane was te duur. De goede versies daarvan. Dus ik kwam eigenlijk bij Wilson uit vandaar. Sessegnon dan hier ook opgegeven door jou. Weakfoot 3 sterren. Skill moves 3 sterren. Dat is mijn reden geweest om deze niet te halen. Hij is wel snel. 87 rated is ook gewoon goed. De dribbel is goed, shot is goed, passing is goed. Fysiek is die ook nog eens goed. Zelfs defending is nog redelijk oké. Okay. Dat komt natuurlijk omdat hij voorheen linksback was. Maar hij kostte toen aardig wat. Tenminste, voor mijn gevoel was het te veel voor de kaart die hij ervoor terugkreeg. En dus met name zijn weak foot en zijn skill moves vond ik hem gewoon te duur. Het is verder een prima kaart, hoor daar niet van. Zeker als je hem nog sneller maakt dan dat hij al is. Ook hier, ik zou gewoon alle drie voorhoede spelers een hunterkaart geven. Komen ze allemaal dik boven de 90. Nou ja, deze komt gewoon beide op 99 uit. Waarmee je dus gewoon echt een hele snelle voorhoede hebt. En dan zou je zelfs gewoon nog eens kunnen kiezen om op de counter te spelen. Want je hebt, zeker met Silva en Busquets, mensen die gewoon echt een fantastische paas kunnen geven. Nou, je twee backs kunnen ook nog eens goede passes geven. Nou, Lallana, die kan er op zich ook nog wel wat van. Hier met zijn short pass 86. Dus ik zou met dit team gewoon lekker op de counter gaan spelen. Gewoon verdedigend en counter voetbal. Werkt prima vaak. Krijg je de ruimte en benut die met die 3 supersnelle mensen voorin. Gijs, laat me even weten wat je van dit team vindt. Hier krijg je nog even een overzicht van FUTBIN te zien. Zodat je ziet dat het allemaal klopt. Laat me even weten wat je van het team vindt. Ook andere mensen buiten Gijs natuurlijk. Laat even weten wat jullie van dit team vinden. Of je zelf iets anders zou doen. Ik ben erg benieuwd. En dan hoor ik dat graag. Jongens, druk nog even op like als je dat niet gedaan hebt. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken. Later.